50 meter, 30 meter. Start gevallen. Zijn gestart voor de opener op Koningsdag en aan de binnenkant Eleganza Toscana, het snelste weg met Excalibur BN. Fast Track, die komt aan de buitenzijde snel naar voren en heeft in zijn kielzog meegenomen Expo Alone. Hevige strijd om de leiding in de openingsfase. Achter de leiders ligt dan Emir Frisia met Atout du Flier. Dan Annie Crombie en Flash Greenwood aan de start van het veld. En daar maakt op dit moment Expo Alone een galop aan. Uitgeschakeld nummer 5, galop 5 uitgeschakeld. En de 5 wordt uitgeschakeld en de paarden zijn op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Aan de buitenzijde is Fast Track nog altijd aan de opmars bezig. Wil een gunstige positie in de openingsfase van de koers verwerven. In de rechte lijn voor de tribune zijn de deelnemers. En aan de buitenzijde gaat hij de leiding ook overnemen. Fast Track uitgeschakeld nummer 4. Galop 4 uitgeschakeld. Ook Annie Crombie is uitgeschakeld. Halverwege de rechte lijn voor de tribune. Fast Track is nu onze leider. Op de tweede plaats Excalibur BN. En daarachter volgt dan Emir Frisia aan de buitenkant van Eleganza Tos. Scala, in vijfde positie aangesloten de favoriet Atout du Flier. En die wordt op een lengte gevolgd door Flash Greenwood. En zo gaan de deelnemers dan de laatste ronde in. Het veld is wat gedecimeerd, want Expo Alone loopt weliswaar nog mee, maar is reeds uitgeschakeld. En de paarden komen de bocht door op weg naar de overkant van de baan. Fast Track, Dennis Minima, heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Emir Frisia, Heidi Appel, die ligt nu op de tweede plaats. En schaduwt daarmee John Dekker en Excalibur BN. En zo gaan we de laatste 1000 meter nu in. Daarachter volgt Eleganza Toscana als vierde. Vijf naar de buitenzijde, Atout du Flier. Op de zesde plaats is het dan Flash Greenwood. En zo zijn ze halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Fast Track leidt nog altijd met een halve lengte voorsprong. Emir Frisia in het tweede spoor. Daarachter volgt dan Excalibur BN. Aan de buitenzijde komt nu naar voren Flash Greenwood. En aan de binnenkant daarvan Eleganza Toscana. Atout du Flier nog altijd in de laatste stelling. En zo gaan we de laatste bocht in. Waarbij Dennis Minima de touwtjes nog altijd in handen heeft met Fast Track. Fast Track is de leider. Een redelijk recent winnaar nog op de baan van Groningen. Heeft drie kwart lengte voorsprong. Op de tweede plaats Emir Frisia. Zo zijn ze in het hart van de laatste bocht. En aan de binnenzijde ligt nog altijd Excalibur BN. Aan de buitenzijde Flash Greenwood zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. En we zijn in de laatste rechte lijn met nog 400 meter te gaan. Nog altijd Fast Track die het veldje aanvoert. Fast Track leidt nu met twee lengte voorsprong. Probeert weg te lopen. Aan de buitenkant komt Flash Greenwood nu naar voren. En dat is het gevaarlijkste paard voor Fast Track als ze langs de intersectie van de banen komen. Fast Track nog altijd de leider. Daar komt Flash Greenwood. Op de derde plaats Emir Frisia. Op afstand is het dan Excalibur BN met Atout du Flier die zijn favoriete rol vandaag niet gaat waarmaken. Aan de binnenkant nog altijd Fast Track. Aan de buitenzijde Flash Greenwood. Fast Track, Flash Greenwood. Het is close. De rechter heeft het laatste woord. Daarachter dan Emir Frisia. En verder weg in het veld hebben we dan nog Excalibur BN met Atout du Flier. Dennis, ik van de zijlijn heel makkelijk. Nou, uiteindelijk was het ook wel. Hij vecht door gelukkig. En hij maakt even een foutje eerst de bocht, maar klapt er gelukkig gelijk weer voor. John de Leeuw was behoorlijk bezig met zijn paard, maar jij wist precies wat je in handen had volgens mij. Ik weet dat deze een goed karakter heeft, dat hij zich niet zomaar omgeeft. En nou, dat bewijst hij ook nog gewoon door te lopen. Goed, gefeliciteerd. Dankjewel. Groen licht, we kunnen gaan huldigen de winnaars. Fast Track, de vierjarige donkerbruine hengst van Symphonic Hanover uit Temptation. Gefokt in Duitsland in eigendom van de heer Walstra. Trainer Bas Krebas en de rijder is Dennis Minima. De foto's worden gemaakt door team Huibers. Bloemen worden aangeboden door Piet Borstboom. Voor de winnende eigenaar is een fles Pommerol gereserveerd. In ieder geval, dames en heren, een hele mooie overwinning voor Fast Track in 1.18.6. Uw applaus, dames en heren, voor de winnaars Fast Track, Dennis Minima.